In de nieuwe inrichtingsplannen van het Valkhofpark in Nijmegen moet een plekje voor de donjon overblijven. Dat meent Wendy Gutters van Stadspartij DNF en zei dat zondag in RN7's radioprogramma Studio de Streek. In tegenstelling tot de mening van de wethouder, die vrij duidelijk was over het verwerpen van de donjonplannen, blijft Gutters hoop houden. We hebben de democratie, daar is een meerderheid voor gekozen. Dus je moet altijd kijken. Het kan nu niet, ook niet vanwege de financiën om de toren te bouwen. Want het moet met eigen geld worden gebouwd. De gemeente draagt daar niets aan bij. Nee. Maar je weet nooit wat de toekomst brengt. En dat is ook de reden dat wij vinden dat in de nieuwe inrichting van het park er in ieder geval rekening moet worden gehouden dat op die plek misschien ooit in de toekomst toch een donjon herrijst. Een aantal jaar geleden, toen de donjon nog in de besprekingsfase zat, werd besloten om de bouw van de donjon aan de herinrichting van het Valkhofpark te koppelen. Volgens Gutters was dat de reden dat het donjonproject een moeilijke werd. Die koppeling die maakte alles heel erg ingewikkeld. Want die stichting moest dus ook het park gaan inrichten. In de tussentijd heeft de gemeente meerdere keren de eisen rond die inrichting van het park aangepast. Waardoor er ook steeds opnieuw getekend moest worden. Met alle gevolgen, tijdsfactoren en kosten van dien. En dat heeft enorm vertraagd. Die moesten zich dus ook bezighouden met de herinrichting van het park. Jij zegt eigenlijk, als ze dat niet hadden hoeven doen, was het een stuk minder complex geworden. Daar was het een stuk, want feitelijk had die stichting hoefde zich alleen maar op dat postzegeltje te richten. Dat is die 100 vierkante meter waar die donjon op gebouwd zou moeten worden. Nu ligt er een gebiedsvisie voor het Valkhofkwartier. Dat dient voornamelijk als een loket voor betrokkenen om over ideeën te brainstormen en concrete plannen staan er niet in. Gutters vertelt dat de visie een goed idee van de richting geeft, maar tegelijk met een korreltje zout genomen moet worden. Het is een mooie, aardige visie. Het punt is wel dat er heel weinig financiële middelen zijn om dit te realiseren. Er staat nu 2,5 miljoen euro voor. Nou ja, er zit ook de herinrichting van het Valkhof Museum bij in. Of eventuele extra subsidies. En als je dan kijkt wat het museum in maart 2018 financieel heeft aangegeven. Nou, dan hoor je al dat dat veel te weinig geld is. Je zegt het is niet realistisch voor dit bedrag dat hele gebied. Voor dit bedrag is het niet realistisch, nee. Kun je